De Nederlandse kennelclub Cynophilia heeft in de Apollohal in Amsterdam de 64ste internationale winnertentoonstelling georganiseerd. Bijna 800 honden waren er gedurende 2 dagen kijkobjecten voor toeschouwers en keurmeesters. De Cocker Spaniels mochten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de door hun bazen opgerichte club met z'n allen door de erering paraderen. In totaal waren 76 rassen vertegenwoordigd. We zagen er deze weemoedig kijkende Berner Sennenhond die 2 jaar geleden in Zwitserland ter wereld kwam. Van de Nederlandse inzendingen trokken de schapendoezen de aandacht, die de laatste tijd in steeds groter aantal op de tentoonstellingen verschijnen. Een Sealyham Terrier met het bekende parmantige staartje. Een jong vrouwtje had de zorg over de paar aanwezige Italiaanse windhondjes. Verder waren er de echte dameshondjes, oftewel schoothondjes. De onschuld zelf. Tot slot deze boksen. En dan gaan we nog even in de ring kijken, waar de keurmeesters als beste hond van de tentoonstelling een klein Pekingeesje aanwezen dat luistert naar de Chinees-Engelse naam van Tong Wen of Alderborn en dat toebehoort aan een Belgische dame. Internationaler kan het niet.